De Jungle Warfare en Instructors Course 2024 is voor zowel het Surinaamse en het Nederlandse leger een leermoment. Dit zei defensieminister Krishna Kumari Mathura gisteren bij de openingsceremonie in de Ayoko-kazerne te Para. De bewindsvrouw stond onder andere stil bij de vele vaardigheden die het Surinaamse leger wordt bijgebracht. De trainingen die we daarnaast hebben, dat zijn echte trainingen waar dus, of laat me zo zeggen, trainingen waar die bedoeld zijn voor onze mensen om hun paraatheid op te voeren. En dat zijn op verschillende vlakken, of het nou gaat om marine, ik noem maar een voorbeeld. Ik heb het genoemd in mijn toespraak dat we een samenwerking hebben op het gebied van marine, waar onze mensen de kans kregen om op marineschepen mee te varen. Wij hebben geen zeewaardige marineschip, maar onze mensen kregen de kans om hun vaarervaring op te voeren, de vaaruren die noodzakelijk is om certificaten in stand te houden. Dat hebben we heel handig en mooi kunnen regelen, dat ze daarop die gelegenheid kregen om te varen. De minister wijst erop dat de jungle training het Surinaamse leger helpt om de paraatheid in stand te houden. En dat geldt op zoveel gebieden, dus of het nou gaat om de marine en niet alleen Nederland hoor, dat doen we ook met andere partners, Brazilië, Amerika, Frans-Guyana. U heeft gehoord van het ongeval, daar waren onze mensen ook naartoe voor een training en het was ons speciaal team dat naar Frans-Guyana was om daar opgeleid te worden. Dus het zijn uitwisselingen en trainingsprogramma's die we het hele jaar door hebben. En alles is bedoeld om het leger paraat te maken en paraat te houden. Vergroting van de paraatheid en kennis van het leger is opgenomen in het beleidsplan van het ministerie van Defensie. Mathura benadrukt dat het een kerntaak is van het leger om altijd ready te zijn.